Amsterdam is een fantastische stad om te wonen, werken en te ontspannen. Een van mijn favoriete dingen van deze stad is dat tussen alle musea, monumenten en culturele bezienswaardigheden van die kleine marktjes liggen met verse groenten en fruit van over de hele wereld. Vandaag zijn we op de Noordermarkt om ingrediënten te halen voor een typisch Nederlandse aspergemaaltijd. Ik ben een gepassioneerd kok en houd ervan om te koken en recepten te delen. We zijn net terug van de Noordermarkt, waar we alle ingrediënten hebben gehaald voor een lekkere aspergemaaltijd. Vandaag bereid ik deze op Limburgse wijze. Daarvoor hebben we nodig natuurlijk witte asperges, aardappelkieltjes, roomboter, eieren, peterselie om te garneren en natuurlijk lekkere ham. Dus laten we beginnen. We beginnen met het schoonmaken van de asperges met een dunschiller. Schil rondom van de kop naar de onderkant. Snijd ongeveer 1 tot 3 cm van de onderkant van de asperges af. Let erop dat ze dadelijk in de pan passen. Zet 3 pannen met water op en breng deze aan de kook. Doe een klein klontje boter en wat zout in de pan voor de asperges. Wanneer het water kookt, doe je de asperges, de aardappeltjes en de eieren in de pannen. Kook de asperges zo'n 15 minuten, de krieltjes 10 minuten en kook de eieren in 9 minuten hard. Giet de eieren af en laat ze schrikken. Giet dan ook de aardappeltjes af. Haal na 15 minuten de asperges van het vuur en giet deze ook voorzichtig af. Doe de roomboter in een pan en laat deze zachtjes smelten. Pel ondertussen de eieren. Serveer het eten en klaar de boter door de witte delen van de boter te scheppen. Schep wat boter over de ham, eieren en asperges. Garneer met peterselie en voeg naar smaak wat peper, zout en nootmuskaat toe. Smakelijk eten!